Daar zijn we weer met weer een heel nieuw ritme, de Ballan Kulandian. Omdat het nogal een heel uitgebreid stuk is, ga ik het een beetje splitsen. Ik maak er twee filmpjes van. Het eerste filmpje betreft de doempartij en het intro. Het tweede filmpje betreft de drie partijen die je speelt in ensemble. Dus we gaan eerst de doempartij doen. De doempartij begint op de Dunumba. En dan ga je doorspelen als volgt. Dus je begint met één enkele slag. Tak, en dan. De doempartij. Eigenlijk de simpelste partij van allemaal. Dus je hebt het dit keer een beetje makkelijker. En we gaan dadelijk over naar het intro. En dat is best wel lastig. Goed. Ballan Kulandian. Intro. Ja. Nou, dit is echt een lastige intro. Ik ga proberen deeltje voor deeltje uit te leggen. En dan gaan we alles achter elkaar plakken. Goed. Ik begin. En dat is met mijn break. Dan zou je verwachten dat daar gewoon op de tel dat je verder gaat. Maar dat gebeurt dus niet. Het is dus niet dit. Met een tel ertussen. Maar je gaat gelijk na de break ga je verder. Ik doe dus dit. En jullie. Slap. Toon, 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 slap, toon, 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 toon. Komt dus direct na de break en dan gaat het als volgt klinken. Nog een keer. Dat is mijn fout. Dus het sluit direct aan op de break. Daarna, na een hele korte pauze, krijg je dit. Ga met de bas naar links. Dan speel je twee keer. Achter elkaar, mijn break. En dan gaan we verder. Komt-ie. Daarna krijg je gewoon vier keer hetzelfde. Tata, 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 tata. Achter elkaar krijg je dit. Dan komt het lastigste stukje. Dan krijg je dus je begint met tata komt er achteraan. Dus ta. Daar achteraan komt elkaar, langzaam. Nog een keer. Die laatste twee sluiten we aan op pam, 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 pam. Dus achter elkaar. Nog een keer.
dan komt... Dus, bas met je linkerhand, bas met je rechterhand en weer een bas met je linkerhand. Hele stukje achter elkaar. Nog een keer. Dit is het laatste stukje van het intro. Dat is echt wel lastig. Nou, ik ga hem een keer helemaal achter elkaar spelen op een heel rustig tempo. Komt-ie. Laatste moet trouwens ook een bas zijn. Duidelijk? Gaan we iets sneller. Sorry, nog een keer. Dat is het intro. Nou, veel succes, veel plezier ermee. Het is echt best wel lastig, maar als we straks weer de groepen hier hebben, ga ik hem nog een keer helemaal uitleggen. En in de tussentijd kunnen jullie wel vast een beetje kijken hoe die werkt. In het volgende filmpje gaan we verder met de partijen. Dat zijn 3 stuks. Tot het volgende filmpje.